allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Over anderhalve maand is het alweer Halloween, dus leek het mij leuk om daar een video over te maken. Ik sta vandaag voor een winkel genaamd Spirit. En hier hebben ze, als het goed is, een heleboel leuke Halloween spullen. Dus ik ben super benieuwd wat ze allemaal hebben. Als je het ook bent, blijf dan vooral even verder kijken. En laten we naar binnen gaan. Nou, ik ben binnen en als eerste zie ik hier al een paar hele enge dingen. Ook een heleboel kostuums. Maar dit is vooral heel eng. Gewoon één beest met drie koppen. Eeuw! Er zit daar Try Me. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat doen als ik daarop druk. Oké, okay, we gaan kijken. Dit is één. Er staat Step hier, maar dat wil ik. Oké. Er staan hier overal knopjes met Try Me op, dus ik ga overal drukken. En dan kan je dus op een zombie lijken van The Walking Dead. Ja. Ik ben echt benieuwd of jullie bij die schrokken, want ik schrok echt. Ik ging echt zo... De volgende is hier. Oh, ik ben bijna op de druk, want hè. Ik ga echt niet zien aankomen. Oh nee, ik haat spinnen. Oh, oké. Oké. Dat vind ik echt niet leuk. Die daar gaat ook een beetje wat.
if all this other company and have them come and fix it or something, I guess. I don't know, it's a nightmare. But he wants to get it fixed so that way I get something else happen. So. Sorry, I probably have more for you about that. Oh, I'm sorry. I didn't get lost about empty on bars over there. Yeah. Would you guys get any of dat is best eng. Ik lijk op Voldemort. Oké, onderaan. Deze. Deze is cool. Is dit eng? Ik schrok een beetje van mezelf. Super cool. Over Chucky gesproken. Oh. Vindt hij goed? Klopt zelf ook. Oh, hij is zo eng. Snel afdoen. Ik hou echt niet van dit soort poppen. Als je bang bent voor de clowns, moet je hier niet naar kijken. Gelukkig ben ik niet bang voor clowns. Draw people in. Is iemand zijn been verloren? Of zijn hand? Als jullie Prison Break kijken, dan snappen jullie dit, maar ik heb de hand van T-Bag gevonden. Het ziet zo eng uit met die botten die uitsteken. Het is niet te hopen dat je ooit zo'n baby krijgt. Oh. Eigenlijk is het niet al, maar. Deze vind ik leuk. Dit vind ik leuk eng, van die hoorn van Maleficent. Ik hou niet echt van zombies en zo. Losse vingers. Als iemand een vinger mist, hier kan je ze kopen. Oh, dit is wel weer schattig. Hier word ik blij van. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als ik als een vampier naar Halloween ging. Of dit. Dat is ook wel cool. Staple it on the wall. Oh, okay. Close them. There you go, and we'll stick you up on the board. Yay! Alright, and 1, 2, 3, 4, 5. You can pick 5 of these. Braces. Oh, 5? Yeah. Oh, sorry. Yeah, you got 5 of those. Oh, so it's like vlogs and stuff. Thank you for stopping by my spirit, and if you ever need a place to visit, go come to the Scaratorium Haunted House in Columbus, Ohio. We hebben uiteindelijk deze genomen. Dit is de Sitting Scarecrow. En deze, als je dan kan je zeg maar snoep in een bakje doen. En als je dan snoep eruit wil pakken, dan springt hij omhoog. Dus die is wel super leuk om voor ons deur te zetten als het Halloween is. Maar ik vind het echt een hele leuke winkel. Ik zal zeker even langs gaan als je in Amerika bent. En ik hoop ook dat jullie deze video leuk vonden. Als je dat vond, geef me zeker even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doeg!